Goeiedag, ik ben Rudy van zwembad.eu en ik ga in een paar minuten uitleggen wat je moet weten over boordstenen. Boordstenen kan je indelen in een vorm en type steen. Eerst gaan we even hebben over de vorm. Als we een zwembad nemen met een Romaanse trap, dan zijn er verschillende soorten boordstenen. Alle soorten boordstenen die er zijn, gaan we in dit zwembad tegenkomen. In eerste plaats zijn er rechte boordstenen, die gewoonlijk 30 op 50 centimeter lang zijn. En die aan de kant van het zwembad liggen. Elk zwembad heeft vier binnenhoeken. Binnenhoeken hebben een speciale vorm. En die binnenhoeken zien er dan zo uit. Of sommige binnenhoeken zien er bijna hetzelfde uit, maar zijn hier gebogen. En als onze binnenhoeken gebogen zijn, dan is die boog een cirkel en die cirkel heeft een straal van 15 centimeter. Dus rechte boordsteen, binnenhoek. Dan is er in dit zwembad nog een buitenhoek. Een buitenhoek is een steentje dat een beetje scheef is gemaakt. Ik overdrijf een beetje. Dus de vorm van de trap is al een beetje gemaakt in de steen. En omdat de twee stenen links en rechts verschillend zijn, hebben we hier een linkse buitenhoek en daar een rechtse buitenhoek. Aan de bovenkant van het zwembad hebben we gebogen stenen. En bij ons hebben we gebogen stenen in een diameter van 3, 4 en 5 meter. Als je een zwembad zou hebben, een rond zwembad of een Romeinse trap van een diameter 4,5 meter, dan kan je de helft van de stenen van 4 en de helft van de stenen van 5 meter combineren en zo toch een diameter van 4,5 meter verkrijgen. Dan, dus de vorm als we de stenen bekijken aan de bovenkant. Wat hebben we dan nog van stenen? We hebben naast de boordsteen zelf, zijn er nog tegels beschikbaar van 50 op 50. Dat is voor de bovenkant van de stenen. Als we dan de stenen aan de zijkant bekijken, zijn er drie verschillende soorten vormen. Je hebt een steen gewoon met een ronde neus en een gleufje onderaan. Dat zijn zulke stenen. We hebben stenen met een neus. Die zien er zo uit. En stenen met een recht afgesneden neus. Het gleufje hier dient als drupland, dus het gleufje wordt altijd zo gezet dat het water van het gleufje in het zwembad zal druppen. De stenen met een neus hebben geen drupland nodig. Het zwembad wordt hier gezet zodat het water altijd, of de druppel altijd in het zwembad druppelt. Dat is voor de vorm van de stenen. De andere variabele is het type steen. Daar onderscheiden we twee grote types van stenen. We hebben natuursteen en beton. Bij natuursteen zijn er gevlamde stenen en gebouchardeerde of gehamerde stenen. Gevlamde stenen worden opgeschuurd met een ijzeren borstel. Gebouchardeerde stenen worden echt met een pikhamer worden gehamerd. Het resultaat is dat voor net dezelfde steen we hier bij een gevlamde steen is ruw. Ruw genoeg om niet uit te schuiven aan de rand van een zwembad, maar toch nog redelijk glad. Terwijl hetzelfde materiaal gebouchardeerd een zeer ruw oppervlakte geeft waar het echt niet op uitgeschoven kan worden.
Bij de gevlamde stenen hebben we twee typen. We hebben een zwarte steen gevlamd, dat is de Panda Black. Dat is een vulkanisch gesteente, een basaltsteen. En we hebben de New Jasperg, dat is een grijs afzettingsgesteente. Gevlamd, zodanig dat het iets vlakker is gemaakt. De gebouchardeerde vorm noemen we de greybrand. En is dit type steen. Voor betonsteen is er een veelheid aan stenen. Betonstenen worden echt gemaakt per bestelling. Dus daar is de variatie van bogen is veel groter. Daar zijn stenen van beschikbaar tot en met een diameter van 8 meter. De kleuren van betonsteen zijn meestal wit, roos of geel. Ja. Dus dat is de indeling van de stenen per type steen. Dat was het dan.